Naast mij staat Jacques Barendsen. Een nieuw gezicht voor onze gemeente, maar al jaren onze broeder. Ja. Dat zou je zelf voorstellen, geloof ik. Ga ik doen. Dan ga ik niet meer zeggen dan nodig is. En ga ik om gebed vragen. Ga ik om hulp vragen in gebed. Trouw God, we leggen Jacques in uw handen. Dank u wel, Heer, dat u hem elke dag weer uw woord laat bestuderen. Dat hij elke dag weer zoekt, Heer, naar wat u tot hem en tot ons allen te zeggen heeft. Heer, laat de woorden die Jacques spreekt, Heer, woorden van eeuwig leven zijn. Laat het woorden zijn, Heer, die diep tot in ons hart terechtkomen, Heer. Open dan ons, ook onze harten, Heer. En laat de woorden die Jacques spreekt niet zijn woorden, maar uw woorden zijn. Heer, het komt uit ons hart, Heer, want we willen graag horen en verstaan wat u tot ons te zeggen heeft, tot ons persoonlijk. Amen. Goedemorgen. Het is een voorrecht hier weer aanwezig te zijn, of weer, de eerste keer. Ik ontmoette zelfs een Manuel. Wij hebben ook een Manuel thuis, een kleinzoon van 7. Mijn vrouw is mee, maar onze kleinzoon uiteraard niet. Die zit ergens anders in een kerk. Het is bijzonder voor ons om hier binnen te lopen. Het brengt mij terug naar de 25 jaar dat we in Maastricht hebben gewoond. Ik woon nu in Houten. Maar in Maastricht hebben we in onze baptistengemeente ook een jaar of 5, 6 of zo ongeveer in een katholieke kerk gekerkt. In het begin was dat we iets vroeger moesten beginnen met de dienst. En dan kwam de parochie erna. Na een tijdje werd de kerk aan de eredienst onttrokken, zoals het dan heet. En waren wij daar op zondag. Het was ietsje kleiner. Onze gemeente was kleiner, dus we zaten aan een zijkant. En dit is ongeveer de tijd van een jaar dat je dacht, het wordt koud. Dus ik hoop dat u het een beetje warm houdt. Ik mag hier een beetje bewegen, maar misschien moet ik een beetje sneller spreken, dan zijn we niet te lang alleen maar zittend bezig. Maar het is fijn om zo hier samen te zijn. En in Maastricht hebben we jaren geprobeerd om samen met de stad Maastricht en met andere partijen een soort sociaal plan voor de kerk te maken, om die te kunnen kopen van het bisdom. Dat is helaas niet zo gelukt, maar ik begrijp dat u ook nieuwsgierig bent hoe dat gaat met dit gebouw en uw gemeente. En ik wens u daar dan ook heel veel zegen. Een ander stukje voorstellen is dat ik docent ben aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Dus daar heb ik Henk ontmoet alweer wat jaren terug. We hebben jonge studenten en wat minder jonge studenten. De afgelopen dagen weer een heel intensief weekend. En het is heel bijzonder, we mochten dit jaar met 82 nieuwe studenten beginnen. En als je weet hoe dat gaat met theologische opleiding en bijbelopleiding, is 82 nieuwe studenten iets om heel dankbaar voor te zijn. Jonge en minder jonge mensen die zich bekwamen voorbereiden op werk in een kerk of christelijke organisaties. Ik ben erg dankbaar dat we dat mogen doen. En hopelijk is Henk dan een van de eerste die we hebben begroet en misschien nog wel meer in de toekomst. Ik heb voor vandaag een stukje uit Sefanja gekozen. Sefanja is een heel klein bijbelboekje. Als je er naartoe probeert te bladeren, ben je er zo voorbij. Het is maar 3 hoofdstukjes. Ook een beetje een lastige profeet. Maar het begint met iets heel moois wat we juist in deze woelige tijden best nodig hebben. Een lastige tijd, want we hebben niet alleen de oorlog in Israël, waar u heeft vast ook aan de televisie gekluisterd gezeten om te kijken wat er nu weer gebeurde. Gebeden voor vrede in Israël, in Gaza. We zijn enorm geschokt geweest door het geweld aan de Israëlische, onder Israëlische burgers. Ondertussen even geschokt over de enorme aantallen slachtoffers en doden aan de Palestijnse kant. We bidden voor de Heer om daarin te grijpen. En we zagen ook op het nieuws
voor mij ver weg, voor jullie heel dichtbij, het steekincident in deze wijk waar iemand is omgekomen. En dan is het troostend om dit te lezen in Zefanja 3, vers 14, en ik lees een paar verzen. Dit gaat dan over Sion, over Jeruzalem. Er staat: jubel, vrouwen Sion, zing van vreugde Israël. Juich met heel je hart, vrouwen Jeruzalem. De Heer heeft het vonnis over jou teniet gedaan. Een vonnis is over Jeruzalem. En je vijand verdreven. De Heer, de koning van Israël, is in je midden. Je hebt geen kwaad meer te vrezen. Ja, zover is het nog niet. Maar daar ziet de profeet naar uit. Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: wees niet bang, Sion. Laat de moed niet zinken. De Heere je God zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. In zijn liefde zal hij zwijgen. In zijn liefde zal hij over je jubelen. Heel bijzonder hoe de profeet Zefanja benadrukt hier dat de Heere God in het midden van Jeruzalem zal zijn. En zoals we dan wel vaker doen in evangelische gemeentes, we gaan met die tekst aan de haal. We denken: geweldig hoe God in ons midden is. Ook bij ons mogen we belijden dat God hier aanwezig is. God is in ons midden. En als je dan in een woelige periode leeft, is dat een enorme troostrijke gedachte. Alleen, dit is wel het beste stukje van de profetie van Zefanja. Andere stukjes, die heeft u vast nooit een preek over gehoord. En ik kan wel begrijpen waarom. Want het is niet zo mooi wat daar staat. En we gaan toch even kijken naar die stukjes. Die stukjes doen mij beseffen dat ook ik vandaag niet zo heel optimistisch ben over deze wereld en waar het naartoe gaat. Dat is een beetje vreemd, want als je mij kent, dan weet je dat ik altijd wel het zilveren randje aan de wolk kan vinden. Er is altijd wel iets moois, iets goeds te zeggen. Maar als je naar de wereld kijkt en alle crisissen, en ik hoef ze niet op te sommen, als je het nieuws kijkt, dan rolt de ene crisis over de andere. Dan ben ik niet zo optimistisch, ik ben eerder pessimistisch. En de profetie van Zefanja, die lijkt ook in die sfeer te zitten. Zefanja hoofdstuk 1, vers 2. En als dit op Netflix zou staan, dan zou erbij zijn: pas op, geweld, pas op, 16 jaar en ouder. Daar staat: alles zal ik van de aardbodem wegvagen, spreekt de Heer. Mens en dier zal ik wegvagen, ik zal de vogels aan de hemel wegvagen en de vissen in de zee, alles wat de zondaars ten val heeft gebracht. En ik laat de mensen van de aardbodem verdwijnen, spreekt de Heer. Ik zal mijn hand naar Juda en de inwoners van Jeruzalem uitstrekken. Daar zal ik de Baals, de afgodendienaars en de priesters vernietigen. Ik zal wegvagen wie op het dak knielt voor het sterrenleger aan de hemel en wie knielt voor de Heer en trouw aan hem zeert, maar tegelijkertijd ook aan Milkom. Ik zal vernietigen wie de Heer de rug toekeert, hem niet zoekt en hem niet raadpleegt. Ik was al veel langer met deze tekst bezig. Ik heb hem niet uitgezocht specifiek vanwege de gebeurtenissen in Israël. Maar als ik dan deze week die verse weer opnieuw lees, dan val ik even stil. Alles zal ik van de aardbodem wegvagen. Wauw. Die taal hebben we deze week op televisie gehoord. Die hebben we gehoord van Hamas. Die wilde Israël wegvagen en vernietigen. Maar die hebben we ook gehoord van Netanyahu en een paar Israëlische generaals. We gaan Hamas wegvagen. Dat is de taal die we deze week zelf hebben gehoord in onze eigen woonkamers, op onze eigen televisies. Dat schokt mij. En het meest schokkende vind ik dat dit niet de taal is van Hamas. En geen woorden van Netanyahu die ik net las, dat zijn woorden van de Heere God zelf die dat zegt.
En eerlijk gezegd vind ik dat moeilijk te rijmen met hoe we vaak spreken over God als onze beschermende vader. God die ons troost en in ons midden is. Maar soms is God ook een oordelende God, een wrakende God. En dat veroorzaakt kortsluiting in mijn hoofd, daar kan ik niet goed bij. Dat is een stukje waarschijnlijk waarom je dus geen preek over dit stukje hebt gehoord, want daar spreken we liever maar niet over. Wij spreken liever over dat de Heer terugkomt. En we hebben het net gehoord in het gebed. We verlangen ernaar dat de Heer Jezus terugkomt. Maar in de tijd van Zefanja was dat nog niet zo'n fijne verwachting. Want als je in vers 14 kijkt van hoofdstuk 1, dan zie je een hele andere verwachting over de dag van de Heer. Daar staat: de grote dag van de Heer is nabij. Hij is nabij en komt zeer snel. Hoor, de dag van de Heer. Zelfs de dappersten schreeuwen het uit. Die dag zal een dag zijn van razernij. Een dag van angst en benauwdheid. Een dag van rampspoed en onheil. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van dreigende donkere wolken. Een dag van hoorngeschal en krijgsgeschreeuw tegen vestingsteden en hun hoge torens. Ook dit hebben we deze week gezien en zien we dagelijks als we getuigenissen horen van Israëli's en van Palestijnen en de enorme ellende die over hen wordt uitgestort. Ik las dat tegen het einde van de afgelopen week Israël al meer bommen had afgegooid op de Gazastrook dan Amerika in 1 jaar oorlog in Afghanistan. Dat kan ik niet bevatten. En dan zie je dat die dag van de Heer, zoals Zefanja spreekt, die is eigenlijk vervuld in de tijd van Zefanja rond zeg maar het jaar 600 voor Christus, als de legers van Nebukadnezar en Babylon Israël binnenvallen. Maar die teksten die resoneren ook vandaag nog steeds. En het lijkt wel alsof die tekst, ik zou bijna zeggen in het klein, maar als je daar zit in Gaza of in Israël in het groot, die tekst opnieuw werkelijkheid wordt. Ja, u begrijpt dat ik daarom eigenlijk niet zo graag spreek over Zefanja. Ik spreek wel graag over God in ons midden. Ja, dat is fijn, dat is troostrijk, maar als je deze stukjes ziet, want dan vraag je je af, is er nog hoop? Want ook wij leven in een woelige tijd. We hebben dan nu de oorlog van Israël, die sinds een week op de televisie domineert. En u heeft hier in deze wijk dat steekincident gehad. Misschien was u ook bij die bijeenkomst in de wijk om met slachtoffers te spreken, of om uw verhaal kwijt te kunnen. Maar daarvoor, we zijn het alweer bijna vergeten, waren er aardbevingen in Marokko en Afghanistan. Ook daar duizenden mensen gestorven. Er is een klimaatcrisis, A12 geblokkeerd. Nou ja, goed, en noem maar op. We leven ook in woelige tijden. En als ik dan deze profetieën zie en Zefanja die zegt aan het volk Israël, er komt oordeel, pas op, God gaat oordelen, dan ontkom ik niet aan de gedachte om te denken van, leven ook wij misschien in een tijd van oordeel? Zou dit ook een tijd van oordeel zijn? Ja, ik ben geen profeet. Dus ik sta hier niet met mijn profetische vinger te zwaaien, pas op, God gaat ons oordelen. Maar als je alles ziet gebeuren, dat is dan toch niet zomaar toevallig. Zou God ons ook een les willen lezen? Zefanja spreekt in een woelige tijd, maar in die tijd is er wel hoop. En die hoop die begint met koning Josia. Als je dat eerste vers van Zefanja leest, dan zie je dat Zefanja een achterkleinzoon is van koning Hiskia. En hij spreekt in de tijd van Josia. Josia is een achterkleinkind van koning Hiskia. Dus ergens is het familie, als ik het goed heb begrepen. Josia wordt koning als hij 8 is.
de één na jongste koning van Israël ooit, volgens mij. Zijn overgrootvader, koning Hiskia, was een geweldig koning. Had allerlei hervormingen doorgevoerd. Had het paasfeest voor het eerst in honderden jaren weer gevierd. Had de tempeldienst weer hersteld. En van koning Hiskia zullen allerlei goede verhalen zijn verteld. En hopelijk heeft ook Josia dat als zijn achterkleinzoon gehoord. Maar na koning Hiskia kwam koning Manasse. En als je je Bijbelse geschiedenis kent, dan weet je dat Manasse een vreselijke koning was. Ja, misschien dat hij economisch of politiek een slimme vent was. Hij heeft 50 jaar geregeerd. En dat is een enorme prestatie, 50 jaar lang. Dus hij zal vast wel goede dingen hebben gedaan, militair of economisch. Maar de Bijbel maakt korte metten met hem. Want hij heeft allerlei afgoden in de tempel binnengebracht. Hij heeft de eredienst aan de God van Israël aan de kant gezet en allerlei andere goden werden daaraan beden. En het land kwam in zo'n groot verval dat ze bijna God vergaten en dat God zei, nu is het genoeg, nu komt er oordeel. Er is nog een verhaal in 2 Kronieken dat Manasse zich bekeert en gaat reinigen, maar over het algemeen staat koning Manasse te boek als de meest vreselijke koning van Israël. De koning die het op zijn kerststok heeft dat door hem het oordeel van God gaat komen. Als hij omkomt, als hij sterft, wordt zijn zoon Amon koning en die is geen haar beter. Binnen 2 jaar is er een staatsgreep en wordt hij vermoord. En dan blijft de zoon van Amon, Josia, over 8 jaar oud. Hij kende zijn grootvader dus niet zo goed, denk ik. Want die was al 2 jaar daarvoor overleden. En als 6-jarige, hoeveel weet je dan van je grootvader? Maar ook zijn vader zal hij niet goed hebben gekend. En misschien was dat niet zo erg. Want dat waren geen goede voorbeelden. Ik hoop dat hij de verhalen van Hiskia heeft gehoord. En ergens in die tijd van dat hij koning werd en de jaren daarna, daar ongeveer, daar zal Josia, daar zal Sefanja hebben geprofeteerd. Want we lezen in, u kunt het nalezen in 2 Koningen en 2 Kronieken, we lezen dat als Josia 8 jaar oud is, dat hij God gaat zoeken. Als hij 16 jaar oud is, dan is hij 8 jaar koning. Dus als 8-jarige wordt hij koning, als hij 16 is, dan is hij al 8 jaar koning. Wie is er hier 16? Iemand hier die 16 is? Nou, stel je voor dat je al 8 jaar koning was. Op zijn 16e ging Josia God zoeken. Stel je nou eens voor dat Josia had gehoord wat wij net hebben gelezen. Dat Josia had gehoord van, er komt een dag van de Heer, maar dat zal een vreselijke dag zijn. Een dag van onheil, een dag van angst, van schreeuwen. En misschien heeft Josia dat gehoord en dacht hij, oei, dat is niet zo best. Ik moet God gaan zoeken. En als Josia 20 jaar oud is, gaat hij het hele land reinigen. En gaat hij door het hele land trekken om alle afgodenbeelden, alle altaars aan afgoden, om die af te breken. Om het land weer terug te brengen bij de God van Israël. En als Josia 26 is, dan zijn er herstelwerkzaamheden gaande in de tempel. En dan vinden ze opnieuw het wetboek van Mozes. Dat waren ze kennelijk kwijtgeraakt. Dat zat ergens ver weg, diep weggemetseld. En ze vinden dat en ze gaan het voorlezen. En dan scheurt Josia zijn kleren. Ja, zo deden ze dat in die tijd. Ze waren enorm bedroefd en geschokt. Want in die wet lazen ze waarom God al dat oordeel zou gaan brengen. Dus als hij dan Sefanja had gehoord, dan las hij in de wet van inderdaad dat oordeel wat gaat komen, wat Sefanja profeteert, daar had Mozes al over geschreven. Pas op, als je niet trouw blijft, dan gaat er oordeel komen. En het mooie van Josia is dat hij dus, als hij kennis maakt met de profetie van Sefanja die wij gelezen hebben. Ja, precies hoe dat ging weten we niet. We weten niet precies wanneer Sefanja gesproken heeft. Maar vermoedelijk in die periode dat Josia tot bekering is gekomen, zo zouden wij dat zeggen.
dat Josia naar God is gaan luisteren en dat juist door Josia het land nog enige tijd rust kreeg. Misschien zijn er hier ook wel Josia's aanwezig. Dat ook u denkt van, het gaat niet goed met Nederland. Het gaat niet goed met deze wijk of met Zutphen. En wat kan je dan doen? Er is niet zo heel veel wat je zou kunnen doen, denk je vaak. Josia als koning, hij had meer manieren om dan het hele land te gaan reinigen. Maar de gemiddelde Jood, Israëliet van die tijd, die kon dat niet zomaar gaan doen natuurlijk. En je hoeft niet heel invloedrijk te zijn. Als je invloed hebt, gebruik die invloed om het goede te doen. Maar als je invloed niet hebt, ja, wat kan je dan doen? En het bijzonder is dat Zefanja daar ook over spreekt. Als Zefanja spreekt over die grote dag van de Heer, dan zegt hij in hoofdstuk 2, dan nodigt God als het ware het volk, zijn volk, de Joden, het Israël uit, om bij hem te komen. Kom tot jezelf. En kom samen, schaamteloos volk, zegt God tegen Israël. Kom samen voordat mijn besluit gestalte krijgt. En voordat de brandende toren van de Heer zich tegen je keert. Voordat de dag van de toren van de Heer zich tegen je keert. Dus kom samen voor God voordat het oordeel komt. Je weet niet of God het oordeel nog uit zou kunnen stellen. Zoek de Heer, allen in het land die nederig zijn. En naar zijn wetten leven. Zoek rechtvaardigheid. Zoek nederigheid. En hier is dan een belofte. Misschien blijven jullie dan gespaard op de dag van de toren van de Heer. Dus hier is een oproep aan het volk Israël om zich te bekeren, om tot God te komen. Het oordeel komt, dat is onvermijdelijk, maar zoek dan nederigheid. Zoek dan rechtvaardigheid. Doe het goede wat je kan, in jouw straat, op school, waar je met je medeleerlingen omgaat, op je werk, waar wellicht allerlei dingen plaatsvinden die niet zo goed zijn, waar jij zoekt naar respect, waar jij zoekt naar rechtvaardigheid. Zefanja roept niet op tot grootse plannen om het hele land te reinigen, dat kon de koning dan misschien wel doen. Zefanja roept op tot bekering, zodat er meerdere mensen zijn als Josia. Wees in Josia, doe wat goed is in jouw eigen omgeving. Doe dat in alle nederigheid. Je hoeft geen politicus te zijn, je hoeft geen directeur te zijn. Gewoon wie of waar je ook bent, daar kan je het goede doen in alle nederigheid. En dan staat er misschien blijven jullie dan gespaard op de dag van de toren van de Heer. Dus er is een sprankje van hoop. Maar er gebeurt veel meer. Dat is op dat moment. Het oordeel komt, het is onvermijdelijk. Er zijn woelige tijden, er is lijden, je ontkomt er niet aan. En ook wij ontkomen vaak niet aan lijden, ziekte, ontslag. Maar wellicht dat diverse mensen onder ons veel pijn en lijden hebben moeten meemaken. Maar zoek dan in alle nederigheid het rechtvaardige. Maar dan als je later gaat kijken naar het einde van die profetie van Zefanja, dan zie je de mooie, de goede dingen. Het bijzondere is, ik ga nog even terug hier naartoe. Hoofdstuk 2, vers 4, net na dat stukje wat we gelezen hebben, daar staat: Gaza zal verlaten zijn, Askelon en woestenij, Asdod wordt midden op de dag ontvolkt, Ekron ontworteld. En ja, ik verzin het dus niet, dit staat er. Dat gaat over de Gazastrook, het precieze stukje land waar we vandaag over horen in het nieuws. Toen zou dat geoordeeld worden en we zien dat opnieuw gebeuren. Maar als je op andere plaatsen leest, ook in Zefanja, we hebben het gezien, dan keert God zich ook tegen Juda en tegen Jeruzalem. Want ook daar moet gereinigd worden.
En ik hoor in onze gebeden dat we betrokken zijn bij Israël. En we bidden voor veiligheid in Israël. We bidden voor bekering bij de Palestijnen. Maar laten we ook maar bidden voor bekering van Israël. Want ook daar is niet alles wat gaande is zo goed. God die trekt geen mensen voor. God heeft geen lievelingen. En u begrijpt dat we belijden dat God door het Joodse volk een speciaal plan heeft. Daar ben ik me van bewust en daar mogen we dankbaar voor zijn. Daar mogen we ons in verdiepen. Maar God trekt niemand voor. God heeft geen lievelingetjes. Niet onder de Joden, niet onder de Palestijnen, niet onder de Nederlanders. Of je blank of bruin bent, of je Palestijn of Jood bent, of je nou, maar welke taal je ook spreekt. We worden allemaal geroepen om ons te keren tot God en God te eren. De mooie dingen die in het verschiet liggen, daar lezen we over in hoofdstuk 3, vers 9. Daar staat bijvoorbeeld, dan, en dan kijkt Stefania ver vooruit, dan zal ik de lippen van de volken rein maken. Zij zullen de naam van de Heer aanroepen. Ze zullen hem dienen, zij aan zij. Daar lees je over de bekering van de volken. Maar daar zie je ook dat God Jeruzalem zal reinigen. We hebben dat gezien in vers 14 en 15. Jubel, vrouwen Sion, zing van vreugde Israël. Juich met heel je hart, vrouwen Jeruzalem. De Heer heeft het vonnis over jou teniet gedaan. De Heer had ook over Jeruzalem gevonnist. En ook dat moet vergeven worden, teniet gedaan worden. De Heer, de koning van Israël, is in je midden. Je hebt geen kwaad meer te vrezen. In de tijd van Zefanja is dat vervuld. Eigenlijk niet in de tijd van Zefanja. Eventjes gewoon een beetje geschiedenis. Rond 640, 630 voor Christus wordt, 640 wordt Jozea koning. En in de 10 jaar daarna zal Zefanja wel geprofiteerd hebben. Jozea heeft hervorming gebracht. Het oordeel is uitgesteld. Maar als Jozea 39 is in een wat overmoedige daad, sneuvelt hij. En vanaf dat moment gaat het bergafwaarts met Israël en met Juda. En binnen de kortste keer, binnen 10 of 20 jaar, staan de Babylonische legers aan de poorten van Jeruzalem. Wordt Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt, wordt het volk weggevoerd. En 70 jaar lang zijn ze ballingschap. Na die 70 jaar zie je dat de profeet Jeremia dat heeft voorspeld. Daniel is ermee bezig. Zerubabel keert terug. Wordt er een terugkeer naar Jeruzalem. 539 voor Christus. Dus wat Zefanja hier voorspelt komt ten dele al uit. In de tijd daarna. Maar hoeveel later is dat dan? Dat is dus bijna 100 jaar later. Ja. Stel je voor dat de Heer tegen ons zegt, in 2140, dan zal er een opwekking zijn in Zutphen en in Nederland. In 2140, dan zullen alle volkeren naar Jeruzalem komen en zal er vrede zijn in Jeruzalem. En dan denk je, ja, zo wordt. Ik zou het liever morgen hebben. Wij zoeken troost bij God. Wij verwachten dingen van God. En wij zien dat liever morgen dan vandaag. Of vandaag dan morgen. Liever deze week dan over een jaar. Maar dit zijn dingen die dus voorspeld zijn. Wat voor de mensen die iets van je gehoord hebben. Dat zou 100 jaar later zijn. Voor hun achterkleinkinderen. Ik denk dat we dan een neiging hebben te denken. Van, nou ja, oké, dat zal wel. Dan ben ik er niet meer. Ik weet niet hoe dat gaat. Daar heb ik ook niks aan. Maar we hebben dochters en die zijn getrouwd. Eentje met 2 kinderen, eentje zonder kinderen op dit moment. Die zijn ook maar net getrouwd. En af en toe hebben we het er wel eens over van, moet je nog kinderen op deze wereld zetten? Want het is een woelige wereld, het is een moeilijke wereld. Ken je dat? Ik zie een heleboel grijze hoofden, u krijgt geen kinderen meer, maar misschien kleinkinderen of achterkleinkinderen. Maar wel ook jongere mensen die wel kinderen zouden kunnen en willen krijgen. Durf je kinderen op deze wereld te zetten? Nou ja, je zet ze niet, je ontvangt ze, je krijgt ze. Maar durf je dat aan?
En dan kan zo'n profetie juist wel bemoedigend zijn. Want God is trouw niet alleen maar aan jou en mij nu, op deze plek, op deze plaats. Maar God is trouw door de generaties heen. En ik heb hoop, ondanks mijn pessimisme. Want ik weet dat God ook met mijn kleinkinderen is. En ook als zij groter zijn en zij kinderen hebben, zal God aanbeden worden in Nederland. Zal God ook nu, ook dan weer in hun midden zijn. En dat geeft mij moed. Want ik weet dat Gods trouw niet alleen maar afhangt van wat op dit moment gebeurt en wat jij en ik op dit moment doen. Wij zoeken het goede in alle nederigheid. Maar goed, God blijft trouw door de generaties heen. Dat kan een bemoediging zijn voor jullie als gemeente. Als je zit in een gebouw wat niet van jullie is. Ik begrijp dat het bisdom dat wil verkopen. Dus wellicht dat je over een jaar weer ergens anders moet zitten. Maar misschien dat er weer allerlei andere oplossingen zijn. Hoe gaat het dan verder met jullie als gemeente? Maar ook daar blijft God trouw door de generaties heen. Jullie kinderen, jullie kleinkinderen. Het gebeurt niet automatisch. Maar God is er. Zo een tekst over God die in het midden van Jeruzalem is. Een profetie die op dat moment pas na 100 jaar vervuld zou gaan worden. En als wij die tekst ons ook mogen toe-eigenen dat God ook in ons midden is, is dat niet alleen maar een troost voor nu, vandaag en morgen, maar ook een troost voor over 10 jaar, over door de generaties heen. Vat moed, want God is en blijft in ons midden. En misschien zijn er onder ons ook nieuwe Josia's. Die zijn nodig. Josia's die luisteren naar Gods woord. Die in alle nederigheid het goede zoeken te doen. In je eigen straat, in je eigen familie, in je eigen, op je eigen plek waar je werkt. En die op die manier misschien iets van verlichting, iets van heil kunnen brengen. Precies waar je leeft, waar je bent. Ik wil bidden dat God ook jullie zal gebruiken als een Josia-gemeente in deze stad om een stukje van Gods licht te zijn en daar iets van zijn heil te laten schijnen, ook in hele woelige tijden. Zullen we bidden? Vader, we waren geschokt door het nieuws van de afgelopen week. Onze harten gaan uit naar de vele families die in wanhoop verkeren omdat ze familieleden verloren zijn. Israëli's, Palestijnen, maar ook in andere landen waar aardbevingen waren, waar hongersnood is, waar rampen zijn. Ook hier in deze wijk, waar mensen een geliefde hebben verloren en mensen geschokt zijn. We hebben u nodig, Heere. We willen u vragen en u smeken. Wees u in ons midden. Want alleen u biedt uitkomst. We verlangen naar vrede, niet alleen maar in ons hart, maar in deze wijk, in deze stad, in ons land. We verlangen naar vrede in Jeruzalem en in Gaza en in de Ramallah. In zoveel andere plaatsen waar onrust en oorlog is. Heere, wilt u deze gemeente gebruiken om ook als koning Josia een lichtpunt te zijn, een baken van hoop. Omdat er zoveel mensen zijn die gewoon in alle nederigheid zoeken het goede te doen in een straat, in een buurt, op een werk. Wees met ons, gebruik ons, Heere. En mogen wij instrumenten zijn van uw heil in deze stad. In Jezus' naam. Amen. Kanten. Vaak kan je dan je handen zo voor je houden om te ontvangen. De genade van God onze Vader. De gemeenschap van de Heer Jezus Christus en de liefde van de Heilige Geest is en blijft met ons allemaal totdat Hij komt. En Hij komt spoedig. Amen.